Door tussenkomst van bureau Eenheid van het kabinet van de president en de medewerking van het ministerie van Openbare Werken heeft het districtscommissariaat van Koroni 2 bussen ter beschikking gekregen voor de Koroniaanse bewoners. Dit in het bijzonder voor de schoolkinderen. De overeenkomst is op zondag 25 oktober 2020 getekend in de multifunctionele zaal van Koroni. Een maand geleden heb ik een bus gekregen van OW, maar het stond nog op naam van OW. En de afgelopen 2 weken hebben we gezien dat de kinderen van Koroni, de leerlingen die richting de kerk gaan voor verdere studie, gegeven voor hadden. En heb ik me die ene bus ingezet, maar het heeft me heel pijn gedaan de afgelopen week dat ik ouders op kantoor kreeg die klaagden van ja, demtje egwe, x aantal egwe en zeker 15 zijn achtergebleven. Heb ik gelijk ook contact opgenomen met meneer Dijksel van Bureau Eenheid en ik mag niet klagen. Vandaag, gisteren, mocht ik de tweede gaan halen. Dus vandaag heb ik in feite 2 bussen onder mijn beheer, onder het commissariaat. En vanaf maandag, morgen, zullen ze beide richting Nikeri vertrekken met leerlingen. En ik heb ook goede afspraken met mensen vanuit Wageningen, die ook hetzelfde probleem hebben als Koroni. Maar we hebben toegezegd om alvast de examenstudenten mee te nemen vanaf morgenochtend. Stanley Dijkstel van Bureau Eenheid geeft aan dat zij het verzoek hebben ontvangen van de burgervader van Koroni, bedoeld als schoolvervoer voor de kinderen in het district. Er is getracht daarop in te spelen. We hebben een noodkreet gehad van de districtscommissaris van Koroni. En als adviseur van de president heb ik een aantal beleidsgebieden, waaronder Bureau Eenheid. En deze commissaris, die ondersteunen wij vanaf dag 1. En hij is een flinke commissaris die heel veel gedaan wil krijgen, maar weet, zonder middelen kan hij niks doen. En om hem te ondersteunen, deponeert hij sommige problemen bij ons. En dan kijken we naar middelen, creatieve mogelijkheden om zijn problemen op te lossen. Dat willen we voor elke commissaris doen, dat willen we voor elk district doen. Want wij moeten ervoor zorgen als bureau eenheid dat wij acute problemen die een lange bureaucratische weg om opgelost te worden niet nodig hebben, maar direct ingesprongen moet worden, dan dat we inspringen en in samenwerking met verschillende ministeries toch naar oplossingen zoeken. Koroni is het eerste district dat in aanmerking is gekomen voor de bussen. Er is een contract van 1 jaar getekend tussen OW en DC Koroni. Hierna komt een evaluatie welke zal bepalen of het contract wordt verlengd of niet. Vorig jaar zijn een aantal bussen gekocht door de staat Suriname. 50 bussen waarvan de helft eigenlijk vindbaar en zichtbaar is en inderdaad bij ministeries is. En de rest, 25, zijn een beetje als cadeau gemaakt. Met een goed doel misschien aan verschillende instellingen door de toenmalige president. Of laat maar zeggen de regering Bouterse Adin. Maar niet overal is dat op een correcte manier gebeurd. En in Koroni bijvoorbeeld is dat wel gedaan, maar het is ook niet rechtmatig of democratisch gebeurd. De nood in verschillende districten is groot, vooral voor vervoer voor bejaarden, vervoer voor schoolkinderen en dergelijke. En wat je niet kan doen, in Koroni bijvoorbeeld heeft de vorige regering de bus gegeven aan een voetbalvereniging. Dat kan niet. Je gaat geen bus geven aan een voetbalvereniging die misschien 1 keer per week gebruik maakt ervan. Een bus is er om 24 uur ingezet te worden. Dus de eerste bus die in samenwerking met de gemeenschap overgedragen is vrijwillig door de organisatie was in Koroni. En daarom geef ik hier het goed voorbeeld. We hadden helemaal geen moeite, helemaal geen ruzie om die overdracht te doen laten plaatsvinden. En vandaag is dat formeel gedaan, waarbij het ministerie van Openbare Werken, niet als cadeau, toch, maar gewoon formeel met een doelstelling, een duidelijke taak, een duidelijke doelstelling, verantwoordelijkheid. Wat moet je doen, wat gaat OW doen? Met name eronder, en dat is overgedragen voor een periode van 1 jaar. En elk jaar kan het contract verlengd worden. En dat is wat vandaag hier gebeurd is. Minister Noor Mohammed heeft het streven om samen met het districtscommissariaat het ministerie van OW in Koroni weer geloofwaardig te maken en orde te brengen in zaken waar het in het verleden niet goed is gegaan. Wat we hebben gehad, waarom kom ik persoonlijk naar die district? Omdat de afgelopen maanden
jaar zijn de ministeries, zeker OW, flink uitgehold geworden en misbruikt geworden door politici. Ik heb het gezien, ik was in Koroni, dus niemand moet me gekke dingen vertellen. Ik was in alle districten waarbij rancune enorm heeft geplaatst. Mensen zijn bedreigd geworden. Ik praat over OW-ambtenaren hoor. Ze zijn bedreigd geworden, rancune, ze moesten dit en dat doen. Er is feest gevierd met die auto's. Ik kan het zeggen, ik was hier, ik heb het gezien, dus niemand moet me gekke dingen vertellen. De vorige regering is hiervoor verantwoordelijk en dat is niet goed. Dat gaan we corrigeren, dat gaan we anders doen. Ook benzine. Toch werd als cadeaus uitgedeeld. Dus er is overal ordening gebracht. En we gaan ervoor zorgen dat er geen misbruik meer komt van dit soort dingetjes. En daar ben ik er persoonlijk om. Eén, het ministerie van Openbare Werken in Koroni geloofwaardigheid te geven, een nieuwe kans te geven. Ordelijk. En omdat Koroni ver is, een beetje afgelegen, apart. De problemen zijn groot, gaan we het gezamenlijk doen. We gaan gezamenlijk de mensen gebruiken, het materiaal, materieel. En als dat moet ook de gebouwen, toch? Zodat het win-win is. Wij kunnen niet alles onderhouden. Dus als er meer partijen bij zijn, dan is het win-win. Dan kunnen we alles 24 uur inzetten. Tijdens het bezoek zijn er ook diverse infrastructurele werken in Koroni bezocht die aangepakt dienen te worden. Verder bezocht de delegatie ook de dependances van het ministerie aldaar, waarbij enkele dringen aan renovatie toe zijn. Voor 25 mei werd er flink feest hier gevierd met onze middelen, maar niemand heeft daar gedacht. Niemand heeft één stoel daar gekocht. Toch? Men heeft flink feest gevierd, men heeft flink geld vermorst, vandaar de hoge schulden. Maar wij gaan het omdraaien. We gaan feesten als het goed gaat. Maar nu is de situatie dat de afdelingen van OW tenminste er beter gaan uit moeten zien. Dus we gaan dat zetten in het traject van verbetering van de faciliteiten van openbare werken, landelijk. En een tweede ding is de problemen van dit district zijn een beetje zoals de andere districten. Marwijnen, Para, etc. Kommewijnen, Nikeri. En dat gaan we via crashprogramma's proberen aan te pakken.